Onderdeel van het Belastingplan 2019 is de uitbreiding van de BTW sportvrijstelling. De wijziging zat er al een aantal jaren aan te komen en per 1 januari 2019 komt er daadwerkelijk een wijziging in de sportvrijstelling. Achtergrond is om een einde te maken aan de sportstructuren die we nu kennen en die erop neerkomen dat sportstichtingen en ook gemeentes BTW-aftrek hebben op investeringen in sportparken zoals velden, clubhuizen en ook sporthallen. De uitbreiding van de sportvrijstelling komt erop neer dat alle niet-commerciële organisaties, zoals dus de sportstichting en de gemeentes, voortaan ook onder de sportvrijstelling vallen. Dat heeft een eenvoudig gevolg, namelijk dat deze organisaties en deze structuren voortaan geen BTW-aftrek meer hebben. Sportstichtingen zullen bijvoorbeeld ook na moeten gaan denken over hun nieuwe niet-BTW-rol. Er is ook goed nieuws. Het goede nieuws is namelijk dat bestaande sportstructuren, zowel gemeentes als sportstichtingen die aftrek hebben genoten in het recente verleden, ondanks het feit dat de uitbreiding van de sportvrijstelling ertoe zou noodzaken om de BTW die in aftrek is gebracht terug te moeten betalen, dat het niet zo ver komt. Het kabinet staat toe om deze herziening achterwege te laten. Bestaande investeringen blijven dus gevrijwaard van herziening. Als compensatiemaatregel voor de beëindiging van de BTW-aftrek wordt er ook per 1 januari aanstaande een subsidieregeling voorgesteld. Deze zal erop neerkomen dat de BTW-schade die bij investeringen zal worden geleden, gesubsidieerd worden. Sportverenigingen kunnen deze zelf aanvragen. Of dit werkt, zal de tijd moeten leren.